U heeft daar de begroting 2013. Een dik boek, maar wat staat er precies in? Ja. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente Sluis. Hierin staat een overzicht van de inkomsten en uitgaven over de jaren 2013 tot en met 2016. Een belangrijk kenmerk bij dit geheel is dat de financiële positie van de gemeente verbeterd dient te worden. En als we dan kijken naar die begroting, zien we dat de inkomsten en uitgaven over de volgende jaren dat die in evenwicht zijn. Verder is er gelukkig geen sprake van extra lastenverhoging of een beperkte lastenverhoging als je het vergelijkt met de volgende jaren. En we kunnen ook nog een aantal nieuwe taken uitvoeren. Sluit de begroting? Jazeker. De begroting is sluitend voor de jaren 2013 tot en met 2015. In 2016 is er zelfs een licht positief saldo. Er moeten keuzes gemaakt worden. Waar kiest het college voor? Kijk, er moeten altijd keuzes gemaakt worden. We hebben een aanzienlijk budget in orde van grootte van 65 miljoen euro. Maar ja, de wensen die er zijn, die zijn toch nog wat groter. En we leggen daarbij het accent op investeren in de toekomst. Dus een aantal nieuwe taken, onder andere het transformatieplan Oostburg, wat we accent willen geven. En duidelijk een toekomstgerichte benadering. En de burger, wat gaat die van deze begroting merken in de portemonnee? Een beperkte tariefsaanpassing. Afgelopen jaren heeft de burger best een grote bijdrage geleverd aan het financieel gezond maken van de financiële positie van de gemeente. Gelukkig kunnen we nu voor 2013 de tariefsaanpassingen beperken tot een kleine 2%. Dat is nog onder het inflatieniveau. Tegelijkertijd hoeven we geen extra bezuinigingen door te voeren en kunnen we ook nog een aantal nieuwe taken uitvoeren. Is er ook nog ruimte voor nieuwe zaken? U heeft al een paar voorbeelden genoemd. Ja, ik noemde bewust het transformatieplan. Er vinden ook nog een aantal investeringen plaats in de uitbreiding van parkeervoorzieningen, uitbreiding van voorzieningen aan de kust. Ook voor wat betreft maatschappelijke ondersteuning is er een extra bedrag voorzien. En ook ondersteuning van de stads- en dorpsraden. Is de begroting al definitief? Nee, dit is een voorstel van het college richting de Raad. Die wordt voor het eerst behandeld in de commissie van 23 oktober. En vervolgens zal er een vaststelling plaatsvinden door de Raad. Dat is voorzien op 8 november. Een begroting wordt elk jaar gepresenteerd, maar voor het eerst dit keer via de nieuwe media. Waarom? Ja, het is een nieuwe manier. We willen met name toch bij de mensen onder de aandacht brengen wat er speelt bij de gemeente. We willen aangeven waar we mee bezig zijn, met name de mensen nieuwsgierig maken en wijzen op datgene wat er speelt.